2020 is natuurlijk een heel gek jaar, maar het is ook een heel bijzonder jaar. 2020 was namelijk ook het jaar dat geloofsters in de fondsen ter beschikking kreeg zogezegd geld kreeg om het boek Coronavirus en Christus van John Piper te vertalen. Om het op te laten maken, om het gratis weg te geven een heel groot aantal. En om een aantal voor hele toegankelijke prijzen te verkopen. Dat is zoiets moois: dat je, dat je iets ontvangt en dat je dat dan vervolgens ook weer kan uitdelen aan anderen. Voor 2021 stellen wij onszelf de vraag: zou, zou dat ook het jaar zijn waarin we dingen ontvangen om het ook weer vervolgens uit te delen? En we hopen dat dat zo is. En we bidden daarom. En als jij dit hoort en beluistert. Misschien, misschien heeft de Heere God je gezegend met financiële middelen om, om dit te doen. Of ken je een bedrijf of een kerkelijke gemeente die de mogelijkheid heeft om te geven. Wat wij mogen ontvangen om het vervolgens weer door te geven. Ook in 2021 is op het gebied van artikelen, video's, podcasts, boeken, audio, e-books. Er is zo ontzettend veel mogelijk om de kerk van Christus in Nederland te zegenen. Om te stimuleren om de Bijbel te lezen. Om God dieper te leren kennen. En we kunnen dat niet in ons eentje. We hebben daar echt hulp bij nodig. Als jij ons daarbij kunt helpen, dan zien we er echt naar uit dat je contact met ons opneemt. Op hoop van zegen.